Hij doet het! Hij doet het! Wat drijft jou? Voor watersporter Pim van Vught is deze vraag makkelijk te beantwoorden. Samen met partner Bart staat hij straks aan de start in Tokio om een gooi te doen naar goud. Het voelt eigenlijk een beetje als een ander groot evenement, zoals een WK. Ik denk dat dat misschien nog wel gaat veranderen. Om de kans op goud zo groot mogelijk te maken, koppelen we Pim aan Lopke Berghout. Lopke is winnares van een zilveren plak in Beijing en kent de klappen van de Olympische zweep als geen ander. Hey! Hey! Goed je te zien. De Olympische Spelen blijven een heel bijzonder evenement waar altijd bijzondere dingen gebeuren. Je kan je er nooit helemaal perfect op voorbereiden. Pim, ik ben echt heel benieuwd. Wat drijft jou? Ik denk dat ik de sport heel mooi vind. En het andere is dat ik gewoon ambitieus ben. Dus ik denk dat die twee dingen samen me eigenlijk tot dit doel hebben gebracht. Wat zijn nu eigenlijk je doelstellingen? We zitten nu wel al een jaar in de top 10 elke keer. Dus we hebben zeker wel een buitenkans. De anderen varen echt al 10 jaar samen. En wij sinds eind 2018, begin 2019. Dus de progressie is wel groot in andere teams. Als ik jullie volg, dan zijn jullie ook wel een beetje bravoermannetjes die juist die uitdaging wel aandurven. Volgens mij moeten we ook nog wel even met elkaar het water opgaan, vind je niet? Ik denk wel dat ik dan wil sturen. Voor jou de eerste keer spelen, maar voor mij de eerste keer in de 49er. Oh, je kan hier inderdaad makkelijk... Een grote boot, hè? Oh, we zitten hier. Lopke. Eén stuurman. Ik ben er 6 jaar tussenuit geweest. Ik kon toen wel zeggen dat dat uw accu leeg was. Maar in die 6-jarige periode waarin ik een dochter heb gehad, waar ik de andere kant van de medaille heb gezien, dan ontdek je toch wel weer dat je gewoon heel veel passie hebt voor de sport. Toen ik de kans kreeg om met Afrodiet dit nog een keer aan te gaan, wauw, ik kan misschien nog een keer in 1,5 jaar voor die gouden plak gaan die nog ontbreekt. Doe jij dan de kite en dan doe ik de main. Hebben we een roer mee? Ja, die is, het zwaard niet. Die hebben we daar laten liggen. Heb je gesprekken vooraf met elkaar van wat je verwacht? Of... Nou, toevallig deze week zat ik in een webinar en toen kwamen we in een gesprek over eigenlijk waar we mee begonnen zijn. Wat drijf je? Wat is je purpose richting ons doel? We zijn wel heel erg bezig met procesdoelen en resultaatdoelen. Maar onze purpose, onze persoonlijke purpose, hebben we eigenlijk nooit echt naar elkaar uitgesproken. Dus die vraag heb ik van de week in onze groepsapp gegooid om over na te denken. Ja, en dan dat lijntje. Ja. Wat drijft jou dan? Ik wil mijn dochter inspireren. Ik wil jeugd inspireren. Ik wil mezelf ontwikkelen als persoon, met mensen, in situaties en daarvan groeien. Die relaxedheid die je nu dus uitstraalt, denk je dat je die kan volhouden als je zo direct binnen die top 3 vaart op de Spelen? Nou ja, dat is dus de vraag. Ik ben er wel van overtuigd dat het druk komt, maar we gaan wel zien hoe we daarmee omgaan. Ik denk dat sommige sporters kunnen vernauwen omdat er een belangrijk evenement aankomt. Maar ja, het zijn juist de momenten waar je op mag shinen als sporter. En dat moet, ja. Als je op een moment zelf een stuk meer in het nu blijft en niet te veel inderdaad gaat nadenken over wat als dit, wat als dat. Maar dat je gewoon denkt, ja, ik ga het water op, ik ga in mijn speeltuin onder deze omstandigheden, ga ik genieten en gaan we laten zien waar we keihard voor gewerkt hebben. Ik ben in de 470 gewend om altijd de balans te doen, voornamelijk. En nu zat ik soms ook wel naar jou te kijken van, wie gaat er nu eerst naar buiten? En dat was wel even een beetje zoeken. Ja. Zou je nog een keer met het water op gaan? Jawel. Ik hoop dan met een wat stabieler windje. Nou, ik zie je in Tokio. Ja, tot in Tokio. Succes, man.